En dat er maar één oplossing voor is. En dat is ons alternatief, het socialisme. Het is zondag 17 november en dit is Linkse Hobby's, podcast van Authentiek Links. Vandaag hebben we de interviews met kandidaten Arnold Hoekstra en Foppe Den Haan. Iedereen, veel succes gewenst met de ALV in je afdeling, mocht je hem nog moeten doen. Nou, wie was je ook alweer en waarvoor stel je je verkiesbaar? Ja, ik ben Arnold Hoekstra en ik ben kandidaat algemeen secretaris. En wat wil je daarmee bereiken? Want je bent de enige kandidaat. Dus ja, bijvoorbeeld gekozen. Maar wat wil je gaan bereiken? Wat wil je gaan doen? Nou ja, er staat, we hebben natuurlijk één grote uitdaging. En dat is de partij weer groot maken. Weer de weg naar boven vinden. En dat is niet zozeer alleen hoog in de peilingen staan. Of veel zetels halen met de Tweede Kamerverkiezingen. Voor mij is dat doel misschien nog wel grootste. Dat is namelijk onze samenleving, onze maatschappij bewust maken. Klassen bewust maken van het feit dat we met z'n allen, als mensen, maar ook als planeet, worden uitgebuit via het kapitalisme. En dat er maar één oplossing voor is. En dat is ons alternatief, het socialisme. En hoe ga je dat bereiken? Wat zijn grote doelen? Ja, dat zijn grote doelen. Dat ga ik niet allemaal alleen bereiken natuurlijk. Dat kan ik ook niet allemaal alleen. Dat wil ik ook niet alleen. Dat we moeten met z'n allen doen. En ik denk dat dat begint in de afdelingen. Kijk, mensen zijn ons weer een beetje als een Haagse partij gaan zien. Veel mensen denken bij een politieke partij en ook bij de SP aan de Tweede Kamer. Terwijl, ja weet je, we hebben een tijd meegemaakt en dat is best een lange periode geweest. Waren we helemaal niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Maar we waren wel in de wijken op plekken waar al die andere partijen niet waren. En dat is voor mij weer, natuurlijk is het leuk als je in de Kamer zit. Daar kan je ook dingen bereiken. Maar wij moeten vooral tussen de mensen zijn. Op de werkvloer en in de buurten. En daar horen wat er speelt. Zeg maar via de massalijn op die manier kunnen achterhalen van wat moeten wij aanpakken. En in de ene gemeente is dat hondenpoep en in de andere gemeente is dat misschien uitbuiting. Dat is niet overal hetzelfde. Maar vooral ook om vervolgens die mensen bewust te maken van ja, de oplossing zit niet in een kapitalistische economie. Helder. Dan even wat andere vragen. Want er is vanuit de afdelingen, her en der, heb ik ook wat kritiek mogen vernemen over het feit dat er een voordrachtsysteem is. Hoe sta jij er tegenover? Wordt het afgeschaft of ja, wat gaat ermee gebeuren? Nou ja, kijk, de leden bepalen uiteindelijk of het wordt afgeschaft of dat het wordt veranderd. Ik zelf, als lid, zeg maar, vind het best wel fijn dat er een commissie is die voor mij heel veel werk uit handen neemt. Want ik als lid kan niet met 50 kandidaten in gesprek gaan, ze doorzagen en doorvragen en hun antecedenten nazoeken. En ik ben blij dat er een commissie is. En ik ben ook blij dat dat niet een commissie is van partijbobo's. Dat het niet is dat het partijbestuur zijn eigen opvolging organiseert. Nee, dat het een selectiecommissie is. Die bestaat uit mensen die zelf niet kandidaat zijn. En dat het een selectiecommissie is van mensen die uit allerlei plekken uit de partij vandaan komen. Met allerlei vormen van ervaring. Maar vooral ook dat het mensen zijn die door de partijraad, door de leden gekozen zijn. Dus ik vind het allemaal niet zo verdacht. En ik hoor heel veel mensen die dat wel allemaal verdacht vinden. En dat komt voort uit een stuk wantrouwen. En dat wantrouwen dat gaat veel dieper dan alleen de discussie over moet er een kandidatencommissie zijn. Duidelijk, want daaraan gekoppeld ook meteen de vraag, wat ik ook regelmatig hoor, wat jij ook waarschijnlijk regelmatig zult horen, is dat het congres niet de basis van de partij, dat is de partijraad, hè, statutair gezien. Dat is historisch gezien ook een beetje gek. Hè. Je refereert zelf vanavond ook naar Marx, ook de arbeidersgeschiedenis, maar het congres meestal gewoon de basis van een arbeiderspartij. Bij ons is het niet zo. Gaan we dat veranderen ook, of vind je dat goed zo, of hoe sta je erin? Nou, volgens mij is het vooral een praktische oplossing voor het probleem dat je anders bij iedere formaliteit een congres bij elkaar moet roepen. En ik denk dat je dat moet voorkomen, want organiseren van een congres kost best veel geld en houdt ook onze mensen van de straat. Dus ik vind, natuurlijk moet je congressen organiseren over dingen die er echt te doen. Hè. Praten over onze ideologie, praten over verkiezingsprogramma's. Dan moeten we dat ook uitgebreid doen. Maar allerlei dagelijkse praktische zaken, ja, dat moet je kunnen mandateren aan bijvoorbeeld een partijraad die veel vaker bijeenkomt dan zo'n congres. Oké,
Maar misschien ook daaraan toe te voegen, wat mij betreft zijn de leden de baas. En ik zou het echt heel raar vinden als het congres iets zou besluiten en dat vervolgens de partijraad iets anders zou besluiten. Dat hebben we voor mij nog nooit meegemaakt en dat zou ook heel raar zijn. De leden zijn uiteindelijk de baas. En voor mij moeten we kijken hoe kunnen we ook gewoon praktisch met besluitvorming omgaan. Andere vraag. Je bent zelf ook wethouder geweest in Vlaardingen. Ben je daarmee ook een wethouders-socialist? Ja, dat vind ik lastig. Kijk, ik ben als wethouder heb ik altijd geprobeerd om activist te blijven. En ook om het socialisme uit te dragen. Ik moet ook bekennen dat dat niet altijd makkelijk is. Zeker de beginperiode. Ja, dan kom je in zo'n college terecht met allemaal mensen van CDA, VVD, Partij van de Arbeid. Zie je dan maar staande te houden. Maar zeker, ik ben uiteindelijk 8 jaar wethouder geweest. In de latere periode heb ik wel een soort van mij daarin ontwikkeld dat ik daar gewoon scheid aan had. En mijzelf als socialist neerzetten in de collegevergadering, maar ook gewoon in de publiciteit en in de raadsvergaderingen. En ook als activist. Mensen kunnen het googlen. Ook als wethouder heb ik regelmatig met de afdelingen meegedaan. En was het, zoals in sommige gemeentes, waar ze het nog wel eens moeilijk over doen, in Vlaardingen helemaal geen probleem. Mensen accepteren dat gewoon van mij. Helder. Nog een wat algemenere vraag misschien. Je noemde zelf ook al Marx. En steeds meer jongeren wereldwijd gaan steeds radicalere instellingen innemen. Dus rondom klimaat, maar ook rondom Marx en socialisme. Er is recent nog een peiling geweest in Amerika waarin jongeren tot en met 20 jaar geloof ik een merendeel openstaat voor het idee van een socialistische samenleving. Ook in onze partij wordt steeds meer Marx gelezen. Dus hoe sta jij, wat versta je onder socialisme en belangrijker misschien nog, hoe winnen wij de jongeren voor het socialisme, hoe winnen we de jongeren voor de partij? Ja, ik denk dat zeker de jongeren, hè, dat heeft ook mee te maken natuurlijk rond de Koude Oorlog, na de Koude Oorlog was er heel veel propaganda tegen socialisme, werd altijd samengevat met communisme en vervolgens met totalitaire regimes. Dus als je een socialist was, dan was je per definitie voor de gulag. En voor weer gelijk medeverantwoordelijk gehouden voor allerlei vreselijke schandalen. Terwijl dat is natuurlijk onzin. Je kan kritiek hebben op het kapitalisme en voor een socialistische samenleving te staan zonder dat je voor een verschrikkelijke dictator en een gekke systemen bent. Dus ik denk dat er ook dat steeds meer mogelijkheden voor zijn. En ik heb ook de tijd in de partij meegemaakt dat je echt SP moest zeggen. Je mocht geen socialistische partij zeggen. En er waren zelfs heel veel mensen die dachten dat SP voor sociale partij stond. En daar moeten we echt vanaf. Want natuurlijk zijn we een sociale partij. Maar we zijn vooral en bovenal een socialistische partij. En we moeten mensen ook uitleggen wat dat is. Want we leggen vooral veel standpunten uit. Maar we moeten vooral uitleggen hoe wij tot die standpunten gekomen zijn. En waarom wij vinden wat we vinden. Want het is natuurlijk van de zotte dat mensen de ene keer SP stemmen en de andere keer net zo makkelijk VVD stemmen. Dat zegt vooral iets over het klassebewustzijn van mensen. En daarin moeten wij investeren. Dat sluit misschien ook aan op de laatste vraag. En dat is dat er in de partij leeft toch ook een behoefte aan scholing en debat. Dat zien we onder meer aan manifesten zoals het Danifesto of De Groep eerder dit jaar. Vandaag werd het ook nog eens benoemd als bloedgroepen in de partij. Ja. Door Jannie geloof ik. Ga je dat faciliteren in een, wat ik maar noem, productieve politieke discussie. Zodat we daar met z'n allen ook sterker voor worden als partij. En belangrijker natuurlijk ook, als kaders die de klassenstrijd kunnen leiden. Ja, we moeten scholen in een aantal zaken. 1, ideologisch scholen, maar ook scholen in praktische zaken. Zowel voor het parlementaire werk als voor het activistische werk. Maar ik geloof er wel in dat scholingen, bijeenkomsten, praten met elkaar altijd moet leiden tot handelingsperspectief, tot iets concreets. Dus het moet niet tot leiden dat we na een week weer met elkaar in een zaaltje zitten en daarna weer in een zaaltje en weer in een zaaltje en daarna denken dat wij perfecte socialisten zijn. Nee, dat moet leiden tot een concreet handelingsperspectief. Dus we gaan met elkaar in gesprek, we vinden wat. En we sluiten de rij en vervolgens gaan we de straat op en gaan we zorgen dat we dat georganiseerd krijgen. En gaan we ons niet weer vervolgens terug verschuilen achter in onze zolderkamertjes. Arnoud, bedankt en succes met je verkiezing. Dankjewel. Het maken van deze podcast kost tijd en geld. Wil jij meebouwen aan een authentiek linkse media? Kijk dan even op linkse.media/doneren voor een eenmalige of maandelijkse bijdrage. Bedankt voor je steun. Nou, wie ben je en voor welke functie ga je?
Ik ben Foppe de Haan, afdeling Zeist. En ik sta kandidaat voor algemeen bestuurslid. Mm-hmm. En wat doe je nu in de partij? Momenteel ben ik voorzitter van de afdeling Zeist. Helder. Want wat wil je bereiken als je wordt gekozen? Ik ben in 2012 ben ik lid geworden van de partij, omdat ik er toen eigenlijk voor het eerst achter kwam waar de SP voor stond. Mm-hmm. En dat dat heel erg verenigbaar was met de dingen waar ik over aan het lezen was toen, gerelateerd aan de financiële crisis en aan de eurocrisis. En dat de SP daar inhoudelijke kritiek en alternatieven voor suggereerde voor hoe het eraan toe ging. Want je bent dus zo gekozen. Stel, hè, je bent geen voorgedragen kandidaat. Mm-hmm. Maar stel je wordt gekozen met genoeg mensen die op jou stemmen. Dus wat zijn dan de 2 of 3 belangrijkste thema's voor jou? Waarop wil je de komende 2 jaar inzetten? Oké. Nou ja, dat... Ja, goed. Waar ik dus heel veel over heb zitten lezen, omdat ik daar meer vanaf wilde weten, omdat ik zag hoe slecht de financiële crisis werd aangepakt, is gewoon vooral de economische kant van Marx en moderne uitleggers daarvan. Vooral David Harvey vond ik daar heel erg nuttig bij. Maar daardoor ben ik me ook best wel bewust geworden van dat er een heleboel alternatieven eigenlijk zijn die nu niet ter sprake komen. Mm-hmm. En dan denk ik dus meer aan anticapitalistische zaken, zoals ja, waar als je één onderwerp neemt waar heel weinig mee gebeurt, terwijl er heel veel fout mee gaat, is dat natuurlijk de Nederlandse huizenmarkt. Enerzijds dat er natuurlijk al heel lang geen sociale huur wordt bijgebouwd en zelfs wordt verkocht en afgebroken en vervangen. Anderzijds dat iedereen de koopmarkt daardoor ook wordt opgedwongen. En dat je als je een te hoog loon hebt niet meer in sociale huurwoningen mag en daardoor dus gedwongen wordt om naar de bank te gaan. En daar een hypotheek te nemen. En waardoor er ook heel veel geld naar de banken toe gaat wat anders... makkelijker voor publiek nut zou worden kunnen ingezet. Maar dat is allemaal compleet onbespreekbaar. En dat ligt helemaal vlak. Of dat, ja, er gebeurt gewoon heel erg weinig mee. Anders dan dat er dus een beetje... wordt geknibbeld. Ja, wat in de marges wordt gezocht naar oplossingen. Zoals nu eerst die verhuurdersheffing die wordt ingesteld puur als manier om belasting te heffen. Mm-hmm. En mensen te naaien, mensen te benadelen die veel verdienen maar in een huurwoning zitten, maar daar ook niet weg kunnen. Mm-hmm. Anders dan door de koopmarkt op te gaan die daardoor steeds duurder wordt en steeds schaarser. Zouden we als partij dus meer een aandacht aan moeten besteden aan het hele thema rondom banken? Of? Nou ja, banken inderdaad als grote speler daarin en ook in andere problemen, zoals als aanjager van de landbouweconomie, waar de bank natuurlijk ook achter zit, achter die schaalvergroting voor een groot deel. Maar ja, inderdaad, de banken aanpakken ook om de huizenmarkt weer vlot te trekken. Ja, want de link is natuurlijk met de partij. Hè? Je hebt het veel over overheidsniveau en dat is belangrijk. Dus ik ben even de link het maken naar bijvoorbeeld programmatische eisen. Vind je dat wij als partij daar bijvoorbeeld te weinig aandacht aan besteden aan het hele thema huizenmarkt, banken? En zo ja, wat zou daarin moeten gebeuren dan? Ik denk zeker dat we dat veel te lang hebben laten liggen. Als je kijkt naar het laatste landelijk verkiezingsprogramma. Dan was D66 de enige partij die een concreet getal noemde met betrekking tot bijbouwen sociale huurwoningen. En die had het dan maar over 100.000 woningen. Terwijl er zeker in de groeiregio's, omdat er natuurlijk heel veel verschuiving binnen Nederland ook plaatsvindt. Zou 250.000 woningen zou zeker ook geen kwaad kunnen. Ja. Maar ja, dat ligt om een heleboel redenen vlak. Ook vanwege bezuiniging op de gemeentes. En waardoor die het geld van de grond nodig hebben en daardoor niet meewerken.
En dat zijn allemaal gerelateerde problemen die hangen aan het niet willen aanraken of het niet aanpakken van het kapitaal. Ja, precies. Ik hoor dus grondpolitiek, banken, inderdaad de gevestigde kapitaalgoederen zogezegd. Dus de onwil of de, hoe zal ik het zeggen, niet nadenkendheid over het, om daarover iets te doen als partijhoek. Dus dat, daar moet eigenlijk de aandacht liggen, politiek. Nou ja, als één voorbeeld inderdaad. En dit generaliseert natuurlijk naar andere voorbeelden waarbij ook grote spelers erachter zitten. De grote industrie die nauwelijks wordt aangepakt in verband met de klimaatcrisis en de uitstoot. Dat is een ander voorbeeld. Okay. Maar ja, dus meer richten op dat soort oplossingen voor sociale problemen die spelen en die de hele Nederlandse maatschappij en economie treffen. En anderzijds denk ik dus ook binnen de partij dat we, juist omdat we op zoek zijn naar een nieuwe manier of een nieuwe manier om uit te leggen waar de partij voor staat, die aansluit bij een breder publiek dan tot dusver lukt. Maar dus ja, tegelijk ook zonder in te boeken op de inhoud. Om daar liever wat scherper op te worden. Op dan die onderwerpen die we daarvoor kiezen. Maar ja, daarvoor moeten we dus binnen de partij een discussie aan kunnen gaan. En moeten we ook breed mensen proberen te betrekken. Ook via, denk ik, nieuwe fora. Dus nieuwe platforms. Ja, platforms inderdaad. Om met elkaar te kunnen praten. Deels op deelgebieden waar mensen wat van af weten. Maar ook gewoon zorgen dat we dat breed trekken. Zodat niet alleen de mensen die naar voren komen uit zichzelf al daarover mee kunnen denken. Maar dat ook actief worden uitgenodigd. De andere mensen om mee te praten. Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk al platforms zoals een tribune, een spanning, dat zou daar gebruik voor kunnen worden bijvoorbeeld? Dat lijkt me zeker zinnig, ja. Daarnaast ook, zou ik het als persoon die op internet is opgegroeid ook fijn vinden en heb ik de hoop dat het ook mogelijk is om op internet daar meer mee te kunnen doen. Dat je op een constructieve manier met elkaar kunt praten over dingen die spelen en dingen waar je aan stoort of dingen waar je ideeën over hebt. Maar goed, dat is allemaal een beetje zoeken naar wat werkt. En ook gewoon experimenteren. En daar kritisch over zijn als er dingen fout gaan. En proberen om daar verder in te zoeken. De huidige kandidatenlijst is opgesteld met een voordracht. Dus eigenlijk een presentatie van het uitgaande bestuur richting het lidmaatschap om toch wel een beetje een bepaalde stempel te drukken op het geheel. Wat vind je van die voordracht, van het voordrachtssysteem? Ja, enerzijds begrijp ik het. Ik bedoel, als je een partij wil besturen die zo groot is als de SP is, heb je mensen met ervaring nodig. Mensen waarvan je een beetje weet wie het zijn. Waarvan je weet dat ze een achtergrond hebben die past. Zodat je niet willekeurig nieuwe mensen binnenkrijgt. Maar goed, aan de andere kant, dat soort mensen, de kans dat die naar binnen gestemd worden, terwijl niemand ze kent en niemand weet waar ze voor staan, is ook vrij minimaal, lijkt me. Of in ieder geval zou dat zo moeten zijn binnen een gezond functionerende partij die we toch hoop ik wel zijn. En ook wel zijn. Dus ik ben er geen extreme voorstander van. En ik vind het fijn en denk ik ook wel wenselijk dat er nu een redelijk groot aantal tegenkandidaten zijn. Die aangeven van oké, hier staan wij voor. En dat is denk ik ook deze keer, eigenlijk omdat dit de eerste keer dat dat een beetje groot voorkomt, is het zoeken naar hoe presenteer je jezelf. En zijn we het ook nog helemaal niet gewend om van heel veel mensen te moeten kijken waar ze voor staan. Dus dat wordt gewoon een leerproces. Mm-hmm.
Maar het lijkt me zeker iets om me voor te zetten in de toekomst. Van dat mogen we denk ik wel af van een zo sterke stempel als dat er tot dusver sprake van is geweest. Okay. Want daarin gekoppeld ook. Het congres is op dit moment niet het hoogste orgaan van de partij. Dat is de partijraad. Ook al bekend als het Centraal Comité in een meer traditionele bewoording. Hè? We zitten allebei in die partijraad in onze functie van het hoofd van voorzitter van een afdeling. Maar wat vind je daarvan? Want er gaan geluiden op binnen de club om het congres het hoogste orgaan te maken. Dus binnen verschillende regio-conferenties is volgens mij aan de orde gekomen. Wat is jouw visie daarop? Moet dat inderdaad gebeuren of is de huidige manier waarop het gaat voldoende? Of? Even bij het begin. Ik ben pas sinds september tot voorzitter gekozen. Dus het is nog een beetje. Ik heb geen praktijkervaring met hoe de partijraad in elkaar zit, functioneert en dergelijke. En ik denk, ik neem aan dat het congres momenteel niet het hoogste orgaan is, omdat het zo infrequent bij elkaar komt. Nou ja, hoe het normaal gaat, is een congres, dat kan best een paar jaar duren voordat dat plaatsvindt. Dat kan 1 jaar zijn, 2 jaar zijn, 5 jaar zijn, in sommige gevallen zelfs 10 jaar. Dus er kan echt wel een periode tussen zitten. Maar daartussen is meestal het Centraal Comité dan het hoogste orgaan. De verdeling is meestal dat een congres de algemene strategische lijn uitzet. En centrale comité's, partijraad in ons geval dan, inderdaad wat meer concreet, praktisch, tactisch kijkt wat er nodig is. Omdat het inderdaad veel vaker, in ons geval dan 6 keer per jaar, bijeenkomt. In de huidige configuratie zou een partijraad kunnen zeggen van oké, alles wat op congres besloten is, is goed en wel. Maar wij vinden er toch iets anders van. En dat stemmen we voor, dat stemmen we allemaal weg. Al die controversiële standpunten die op het congres worden aangenomen. Daarvan is wel de vraag van oké, is dat wel een wenselijke constellatie zo gezegd? Wat is jouw kijk erop? Ja, het lijkt mij heel vreemd. Ik bedoel, congres is dus nu via ledenafvaardigingen van de afdelingen. Mm. Waar de voorzitters die in de partijraad zitten natuurlijk ook bij zitten en bij zijn geweest. Terwijl de zaken die op het congres worden besproken en afgehamerd en geamendeerd, en die zijn allemaal besproken in een voortraject. En om daar dan plotseling van te gaan afwijken als partijraad, lijkt mij bijzonder. Ik kan me voorstellen dat dat in een geval zal voortkomen, maar het lijkt me niet dat dat beleidsmatig mogelijk moet zijn. Dan heb ik nog even wat twee andere soort vragen. En de eerste is namelijk, steeds meer jongeren wereldwijd raken geradicaliseerd. Hè? Dus jongeren die voor de klimaatprotesten die opeens op straat komen, grote aantallen, steeds extremere posities daarin innemen ook. En een recente poll in de Verenigde Staten bijvoorbeeld werd voor de eerste keer dat mensen onder de 18, 19, 20 een meerderheid stemmen voor het openstaan voor een socialistisch alternatief. Dus dat ze niet meer per se die vrije markt en het kapitalisme als helddoel zien. En ook bij ons in de partij wordt steeds meer Marx gelezen, met name onder jongeren. Wat is jouw kijk erop? En met name ook met de context van hoe gaan we die jongeren binden aan onze partij? Mijn kijk daarop is hoe meer hoe beter. Heel kort gezegd. Ik bedoel, dat voor lezen en studeren, leren, scholing in brede zin. Ik heb dat zeker ook wel gemist, dat dat niet vaker mogelijkheden toe waren binnen de partij in de jaren dat ik nu lid ben. Wat betreft hoe we die jongeren gaan binden, dat gezien hoe onpopulair we momenteel zijn, zeker onder studenten, is dat inderdaad wel een taak die voor ons ligt.
Maar daar moeten we absoluut mee aan de slag gaan. En, ik zou zeggen, eerst eens met de jongeren binnen de partij gaan praten van oké, waar lopen jullie tegenaan? Hoe leggen jullie de SP en waar wij voor staan uit naar niet-leden en naar geïnteresseerden? En daarnaast inderdaad ook een beetje gaan kijken van oké, hoe kunnen we de bestaande jongere leden die makkelijker aansluiting vinden bij jongeren misschien ook gaan stimuleren om leesgroepjes of dat soort dingen te gaan opzetten of mensen inderdaad te gaan uitnodigingen voor scholingen en te kijken wat je daar binnen de afdelingen mee kan doen. Ook die ideeën voeden. Dat is denk ik wel een gezonde houding. Dat brengt me meteen ook bij de laatste vraag. Want er leeft binnen de partij ook een behoefte aan politieke scholing, inderdaad, wat je zegt. En ook aan debat. Dat zien we onder meer aan manifesten zoals het Danifesto, De Groep, een aantal maanden geleden. Heb jij zoiets van, Dat gaan we dan faciliteren. Dus inderdaad, wat je eerder zei over de tribune, de spanning. Tot een productieve discussie binnen de partij. Zodat we daar met z'n allen, als we op straat staan en andere dingen doen, dat we daar met z'n allen ook sterker van worden. En dat we als leidende kaders in de klassenstrijd, zogezegd. Lijkt mij wel. Kijk, de enige manier, ook wat we naar niet-leden toe moeten doen, is gewoon kunnen uitleggen waar we voor staan. Mm. En dat leren uitleggen, dat leer je door erover te praten, door over wat voor onderwerp dan ook. Mm. Dus ook, en zeker gezien dat er nou eenmaal verschillende ideeën binnen de partij bestaan over waar we heen moeten, welke problemen er zijn. Die discussie die gebeurt toch wel. Dus laten we dat alsjeblieft op een constructieve manier proberen aan te moedigen en op te zoeken. Mm. En, maar tegelijk natuurlijk ook in gedachten houden en er bewust van blijven dat we allemaal SP-leden zijn en allemaal dezelfde ideeën hebben over dat er dingen heel erg anders moeten en dat we daarmee samen willen werken, zodat we die discussies vanuit vertrouwen aan kunnen gaan. Ja, dan maak je wel een belangrijk punt, even zijdelings, denk ik, want is dat dan louter een interne aangelegenheid? Want bijvoorbeeld de tribune, om er iets te noemen, dat zou ook gewoon door externe niet-leden gelezen kunnen worden. Dus is het louter een interne aangelegenheid die we dan zouden moeten aangaan op ALV's, op de afdelingen, regioconferenties, congressen. Maar het publieke debat in die zin zoveel mogelijk mijden om dan één front te vormen richting de grote boze buitenwereld. Ik heb het nog nooit zo scherp gesteld bij de andere mensen, dus. Kijk, ik geloof niet in een grote boze buitenwereld. Ik bedoel, ik ben zelf ook niet SP-lid geweest. Ik ben niet zo geboren. Hmm. Maar ik ben door met de SP in contact te komen en door erachter te komen waar ze voor staan, geïnteresseerd geraakt in de SP. En dat lijkt me dat dat voor meer leden geldt. Dus, op elk moment naar buiten moeten treden, nee, lijkt me niet. Ik bedoel, sommige discussies moet je gewoon met vertrouwen binnen het huis kunnen voeren. Om op andere momenten dan weer meer outreach of dus meer andere niet-leden op te zoeken. Is de tribune momenteel niet leesbaar voor niet-leden trouwens? Hij is online, is hij gewoon beschikbaar. Dus in principe, als niet-leden het willen lezen, kunnen ze dat gewoon, ik geloof van een maand vertraging, inderdaad op sp.nl terugzien. En dat geldt voor spanning toch ook? Ja, inderdaad. Ja. Oké, nee, dus laten we dat het ook makkelijker maken om de stukken die erin staan te delen. Mm-hmm. Zodat er gewoon meer discussies over kunnen plaatsvinden. Ik bedoel, als je kijkt naar, ja, van de media moeten we het niet hebben. Zeker inhoudelijk niet, omdat je gewoon de ruimte niet krijgt om langere gesprekken of langere ideeën te presenteren. Maar ook de kranten zijn meer van relletjes stoken en aanwakkeren.
dan van presenteren en de SP-leden of hoe heet die dingen? Nou ja, woordvoerders de ruimte en de kans te geven om uit te leggen wat er van willekeurig van dingen vinden die spelen op dat moment. Tenzij je het kunt vervatten in twee zinnen, maar ja, in twee zinnen kun je niet uitleggen waar wij als SP'ers voor staan, omdat het gewoon te anders is dan het standaard pro-kapitaal, pro-economie gaat boven alles. Perspectief wat in eigenlijk alle kranten de niet uitgesproken aanname is. Dus ja, laten we zeker stukken proberen te delen waarvan we denken van oké, hier en daar ook misschien stukken op te schrijven of misschien niet te schrijven, maar op te nemen. Die ook bedoeld zijn voor niet-leden om mensen aan het denken te zetten en om te kijken of we daar gesprekken mee kunnen ontlokken. Alright, dan dank ik je voor dit interview. Dan wens ik je heel veel succes en voor nu nog een fijne zondag ook. Dankjewel, jij ook bedankt voor het interviewen en het bieden van die mogelijkheid. En fijne middag.